Oh, dit is een leuk verhaal. Hoeveel geef jij maandelijks uit aan Ja, daar is hij. Ja, het lijkt me leuk om een eigen collectie uit te brengen. In deze aflevering van In de Kast Van is Lise van Wijk de gast. Velen kennen Lise als het nichtje van Gio en Melanie, maar eigenlijk heeft ze zelf gewoon hele toffe video's op haar YouTube-kanaal Lise van Wijk. Ze plaatst vlogs, adviesvideo's en content over onderwerpen die zij zelf meemaakt. Hey allemaal, ik ben Lois en vandaag heb ik een nieuwe In de Kast Van voor jullie en dit keer met... Lise! Lise van Wijk! Hallo! Ik mag in de kast gaan kijken en ik neem jullie lekker mee. Dus laten we maar beginnen met... Ben jij vaak bezig met jouw kleding in het dagelijks leven, met je stijl? Dat ligt er een beetje aan. Als ik net wakker word, dan trek ik echt aan gewoon het eerste wat ik vind. Dus ja, echt? Een broek en een roze trui. Nog niet eens een broek, gewoon echt een joggingsbroek, pyjama. Oké, chill. En dacht van ja, dit is wel prima. Ja. Maar de laatste tijd, als ik ergens heen ga, probeer ik wel... Meer over na te denken. Ja, wel echt gewoon een outfit te zoeken waar je dus inderdaad van kan zien dat er over is nagedacht. Ja, precies. Ja. Maar nu doe ik er bijvoorbeeld een jasje bij en toch een tas, want het ziet er gewoon wat afgemaakt met uit. Met een beetje accessoires. Ja, zo. Precies. Hoe zou je dan je stijl omschrijven? Vind ik een hele moeilijke, want ik zit... namelijk echt in een fase waar... Je bent het nu echt aan het ontwikkelen. Kijk, dat is wel cool. Zoals je daar mijn schoenen ziet, ik heb allemaal sneakers. Ja. En dit zijn, die laarsjes zijn mijn laatste aankopen. Ze zijn leuk. En ik ben er super blij mee, want ik had die dus nooit gehad. Dit is altijd heel netjes. Ja. En dat vind ik ook heel tof. Als je dan met die sneakers, dan heb je weer een beetje een combinatie daarvan. Ja, klopt. Wel gewoon altijd een broek en een shirt, vind ik wel gewoon altijd chill. Maar dus of... stoer en netjes eigenlijk een beetje. Ja. Hoeveel geef jij maandelijks uit aan Ja, daar is die. Oh, dat vind ik helemaal niet leuk. God. Ja, het verschilt heel erg. Bijvoorbeeld, ik heb nu, deze maand heb ik niks gekocht, behalve dan één pakje wat er hangt. Oh, wow! Deze, die heb ik in Parijs gekocht. Heel maar... leuk. Sandra, oh, dat klinkt fancy. Ja, mag maar... ik het zeggen? Ja, vooruit. 245 euro, jongens. Maar ik heb er dan verder... Ja, niet die schoenen heb ik ook deze maand gekocht. Kut. Deze? Ja, maar die waren in de sale. Ik koop wel heel veel dingen in de sale. Het zijn wel hele mooie laarsjes. Thanks. Maar het zijn ook echt van die laarsjes die overal bij passen. Dat die je ook heel wel erg fijn. Praktisch kan gebruiken. Precies. Ja. Cool. Hoe duur waren deze? 60. Dus 60. Dat valt hartstikke mee. Ze waren in de sale. Ze waren van 120 voor 60. Gewoon meteen twee paar schoenen. Ja, precies. Heb je dat ook gedaan? Nee, nee, nee. Ik had het wel moeten doen. Ik denk dat het ongeveer rond 200-400. 200-400. Ja. Maar niet elke maand. Maar nee, als ik een maand heb waarin maar ik dat verschilt. Kleding loop, ja, ja, ja. Want heb je ook een dure smaak, zeg maar? Want je hebt nu bijvoorbeeld wel best wel een duur item gehaald. Dat is, nou, dat is ook iets van de laatste tijd. Wat ik dus net zei, normaal deed ik altijd gewoon shirtjes. En dan ging ik naar de Zara. Oh, dit shirtje vind ik leuk. En dit shirtje, klein shirtje. Ja, precies. Ja. Ja. En nu heb ik meer zoiets van, je kan beter een mooi item kopen. Ja. Dus bijvoorbeeld dit is gewoon wel, het is wel een hele outfit, snap je? Het is een blouseje en een broekje in één. Ik heb ook heel vaak van, oh ja, het is ook wel een leuk shirtje voor 5 euro. Neem ik mee, draag ik één keer. Anders in je kast doe ik nooit meer aan. Ik ben best wel broke as bitch op dit moment. Het is wel een stap. Dus het is inderdaad wel van oké. Als ik dan zoveel geld aan één ding, dan moet je er ook wel echt zeker van zijn. Ja, klopt. Ja. Vaak denk je er ook wel een soort van langer over na. Gewoon elke keer als je dus je kast open doet en je ziet het, moet je een soort van gevoel krijgen van yes. Ja, hoeveel gesponsorde kleding krijg je per maand? Want je zei net, dat krijg je. Dat verschilt waarschijnlijk ook wel een beetje. Ja, dat verschilt inderdaad wel. Van Naked, dat is vooral... Oh, dat is heel nice. Ja, dat is ook echt een leuk merk. Ja, hoeveel? Daar mag ik meestal 9 items van uitkiezen. Oké. Okay. En dat is één keer in... 2-3 maanden zoiets. Stel, je krijgt van Naked, ik weet niet, e-mailtje van hey, ja, ik kan er een paar dingen uitkiezen. Klopt. En als je die dan hebt, dan is het meestal van een story of een post. Ja. Doe je dat ook op YouTube? Of nee, allebei. Ja, gewoon een story en een post. Het is wel echt gericht op Instagram. Ja, ja, klopt. Ja, want het is niet dat je bijvoorbeeld dan een video daarover Nee, zou, nee, want ik maak niet echt, ik maak sowieso niet echt fashion video's. Dus het zou raar zijn als ik dat ineens zou doen. Inderdaad. Omdat ik dan, ja. Zou je het wel leuk vinden? Om bijvoorbeeld zo'n try-on. Weet je wel, ik vind dat zelf heel leuk om te filmen en te kijken ook van andere mensen. Nee, ik vind het heel leuk. Nee, maar dat is niet erg. Zeg maar. Ja, ik zie het mezelf gewoon niet zo snel doen. Nee. Ik praat liever. Hecht jij veel waarde aan merknamen? Ik vind het heel kut om te zeggen, maar ja. Ja, nou, dat mag, dat kan. Ja, maar dat komt wel weer een beetje terug op wat ik dus net zei. Van het duurzame. Ja, je kan beter items. Één ding kopen van een merk wat je
heel erg tof vind. Dit was wel love at first sight. Dus dit was dan in principe niet een aankoop waar ik heel goed over na heb gedacht. Nee. Maar dat was omdat ik de schoenen van Sandro wilde. Ja. Maar die waren in heel Frankrijk en in heel Nederland zijn ze dus uitverkocht. Waren dat die schoenen? Nee, ik heb ze dus niet. In mijn maat overal. Al die winkels, nee, we hebben ze niet meer. Dus toen dacht ik van, nou, als ik ze dan toch niet wil krijgen, neem ik in ieder geval die mag. Ja, precies. Ook van Sandro. Ja. Oh my god. Super Cinderella cute. Dress. Oh, heel leuk. Ik vind het ook een hele leuke kleur. Ja, hè? Ja. Heel mooi. Ja. Deze zomer, ik ga dit jurk. Maar ik heb dit jurkje wel maar 2 keer aangehad. Want ik vind jou best wel redelijk stoer overkomen. Maar wel gewoon meisje. Ja, ja. Zeg maar. Hier voel ik me ook wel echt meisje in. Ja, daarom zei ik meisje. Ja, ik doe hem ook niet echt aan, niet zomaar aan. Ik heb best veel broeken en zo. Maar ik doe inderdaad eigenlijk maar een paar gewoon altijd aan. Maar dat is ook omdat ik niet zo snel de stap maak naar een broek met een printje of een rokje. Dat doe ik toch minder snel, minder gemakkelijk. Ben ik nog een beetje... Maar dan ben je nu mee bezig natuurlijk. Ben je stapjes aan het maken naar wellicht een gek broek of zo. Dus ze liggen er nog wel, omdat ik weet, ik ga ze ooit op een dag, dan pak ik dit gewoon alsof het niks is, ga ik gewoon zo naar het dorp. Wat voor broek bijvoorbeeld heb je dan nog niet echt gedragen? Is dit nog een beetje uit je comfortzone? Ja, ja, eigenlijk. Ja. Het is dus met een printje en als ik hem aan heb, vind ik hem heel erg leuk. En hij is ook heel leuk. Oh, heel mooi. Maar, is het van Naked dan toevallig? Nee, Topshop. Topshop, ook chill. Maar ik weet het niet. Ik doe het gewoon, ik zou hem gewoon niet zo snel aandoen, zo eventjes snel naar het dorp of iets. Ja, precies. Want dat vind je dus dan toch nog best wel eng? Of ja, een beetje wel. Ja, ja. Nou ja, ik heb nu bijvoorbeeld die laarsjes die ik er dan wel onder kan. Maar ik moet gewoon nog dingetjes zoeken die het gewoon de outfit maken die ik wil. Ja, want je zou hem dus niet zomaar aandoen. Nee. Je wilt het dan zeg maar wel echt goed. Ik heb er een beetje meer scheid dan nog aan. Ja, dat moet ik ook gewoon een beetje meer hebben. Maar ik heb ook soms dingen aan die eigenlijk, waarvan ik denk van, dit is... Niet zo, dit is dit mooi? Ik weet het niet. Ja, klopt. Ja. Weet je wat? Scheid. Ik doe het gewoon aan. Ja. Zo'n Adidas broek. Ja. En dan een soort van lang jurk ding met dan witte lijntjes. Ja. En ik had het aan en ik dacht dat, it's weird, but I kind of like it. Ja, dus soms moet je gewoon een beetje gek doen. Gewoon toch maar doen. Ja, comfortzone is ook echt, het is wel een dingetje. We zijn ook helemaal weer verder met een heel ander... Ja. We beginnen inderdaad ook ergens en dan eindigen we helemaal daar. Ja. Dat maakt niet uit. Ja, wat is je grootste miskoop? Zo. Ja, even denken hoor. Even kijken. Oh. Kijk. Interesting. Dit is dus zo'n rokje. Ik vind hem echt heel erg mooi. Hij is van United Colors of Benetton. Maar ik heb hem dus gekocht in 2014 of 15 of zo. Oh, dit is echt heftig. En hij was 120. En die winkel was echt, er stond zo'n 90% korting. Gewoon heel de Benetton winkel. En ik had hem uiteindelijk voor 10 of 15 euro. Holy shit. Dus ik dacht, ik moet dit meenemen. Ja. En ik heb hem never ever aangehad. Maar het is maar 1 keer op mijn verjaardag en daarna nooit meer. Maar ik vind kort ook. Ja, het is, ik kom er niet in. Hij komt echt letterlijk gewoon tot hier. Ik denk altijd nog van, ik ga hem een keertje aandoen, maar ik doe het nooit. Ik wil er een kussen van maken. Ja. Dus ja. Een kussen van maken. Ja, het zou toch best mooi zijn. Het ziet er inderdaad wel uit als een beetje kussen. Ja, precies. Maar ja, op zich, dan vind ik het altijd wel weer schelen dat het niet zo duur was. Nee, klopt. Dat is dan weer fijn. Dit is ook wel echt mijn aankoop die ik echt in de meeste sale ooit heb gekocht. Dus ja, en dan je beste aankoop. Die twee, die 97. Ik weet het, ik snap het. Oh, die gouden en die... Ja, het ziet er best wel uit alsof je echt een schoenen... Ja. Ik heb alleen heel lang geen nieuwe schoenen meer gekocht. Deze twee, omdat ik die gewoon echt bijna elke dag aan heb. En hoe duur zijn? Want deze zijn best wel, die hebben best wel veel mensen. 180. Oh, dat is wat op zich. Ja. Ja, ik ben ook wel benieuwd. Wat vind jij leuk, zeg maar, qua stijl bij jongens? Oh, wat vind je aantrekkelijk bij iemand? Ja, nou, ik heb mijn vriend dus laatst... Oh, je hebt hem aangekleed? Ik kleed hem echt helemaal aan. Dat lijkt me echt heel leuk aan het feit van een vriend. Ja, dat vind ik dan helemaal een van de leukste dingen. Ik zou ook helemaal losgaan, denk ik. Ik heb hem laatst dus een streepje shirt, zo'n chino broek en dit is schoenen. Ik zal het gewoon even laten zien. Ik weet niet of je het kan zien. Jawel. Ja. Nou ja, dat is. Dat hij is, keek ook echt zo aan, wat de fuck doe je waarom? Nou? Maar I love it. En sowieso een verzorgde stijl en een beetje kleuren die matchen. Ja. Het ziet er wel een beetje ook wel casual netjes. Ja, klopt. Ja, een beetje ertussenin. Ja, ja. Dus dat vind je dan... Dat casual is netjes, dat is een hele goede omschrijving. Ja. Ja. Nou, wat is een no-go? Als jouw vriend met dit zou komen, zou jij denken, oh, trek het uit. Het kleurenpalet, zeg maar, als gewoon echt... Als het mismatcht. Als het mismatcht, inderdaad. Okay. Ja. Als hij het zelf niet zou zien, zou ik dat wel storend vinden, zeg maar. Zou je van die broekpakken aandoen? Heb je dat? Ja, gewoon echt een pak, zeg maar. Weet je wel, gewoon eigenlijk een compare met een matching broek erbij. Ik heb dit jasje. Deze heb ik dus een... Ja, niet. Maar ik doe het nooit aan.
Heb je dat nog nooit? Ja, want één keer. Dat is natuurlijk wel echt pan. Ja, ik vind die broek vind ik daarvan vind ik een beetje lomp staan of zo. Mm-hmm. Dus ik vind het wel heel mooi. Mijn moeder zegt echt bijna elke dag dat ik zo'n pak moet gaan kopen. En ja, dat ik het ook echt aan moet gaan doen. Ja, want het past wel bij jouw stijl. Ja, klopt. Ja. Eerst de broek zelf apart dragen en daarna het setje. Ja, klopt. Wat is jouw ultieme fashion tip voor een kijker? Wat ik dus wel heel erg geleerd heb, is zorg dat je iets koopt waarvan je zeker weet dat je er heel erg blij mee bent. Dus zorg dat je er goed over nadenkt en je kan beter een mooi ding kopen wat goed is voor het milieu en goed voor je eigen kast, minder goed voor je eigen portemonnee. Maar goed, als je het gewoon 2 tot 10 jaar draagt of zo, dan heb je dat er al lang uit. En dan is het tijd om in de kast te gaan kijken. Yes. Het is een 3-delige kast, laat maar zeggen. Eigenlijk is het mijn hele kamerkast. Ja. Misschien wel, ja. Ik ben gewoon echt verbaasd. Ik kan nu meer op hakken lopen. Ze zijn best wel hoog op zich. Ja, ik vond ze heel erg hoog. Jongens, we zijn er weer. En nu bij jouw shoe collectie. Ja. Vertel. Ja. Want, nou, ik heb het in ieder geval allemaal een beetje op kleuren volgorde gezet. Want ik ben echt wel een soort van OCD'er. Ja, gewoon, het moet gewoon gematcht zijn. Geordend, ja. En hierboven staan dus mijn tafeltjes, zeg maar. Ja, dit zou uit mijn comfortzone zijn, zeg maar. Ik had zeg maar eerst deze gekocht. Oké, dus dat waren de eerste aankopen. Ja, in New York. En ik was hier zo blij mee. En daarna kwamen deze uit voor het Chinese nieuwjaar. Echt? Ja, kijk, aan de onderkant is ook een soort van vuurwerk. Wat cool. En ze hebben ze dus gemaakt. Ja, het is nu helemaal vies. Ja, het maakt niet uit. Deze heb ik echt misschien 3-4 keer aangehad. Maar vind je dat dan niet zonde? Of, ja, maar ja. Of kijk, jammer of zo. Ze staan hier dan... en elke keer als ik dus wakker word, zeg maar, dan kijk ik ze hier naar en dan zie ik ze. Ben je gewoon blij? Ja, eigenlijk wel. Je kan dit niet overal bij aan. Want nee. Je moet eigenlijk gewoon helemaal zwart zijn en dan deze erbij onder doen en dan het enige wat mensen zien zijn toch wel je schoenen. Je schoenen, inderdaad. Ik weet ook niet zo goed wat ik ervan vind. Ik vind ze gewoon heel interessant. Ja. Ja, ik voel wel echt dat er een soort van gewicht aan mijn schoenen zo zit. Van... Loopt ze lekker? Maar ja, heel erg. Maar ik zie ook echt wel mensen. Je ziet ze kijken gewoon. Zo naar beneden. Dat vind ik wel echt heel erg leuk. Even. Ik vind deze heel interessant. Wacht, dat is het vermerk. Filling Pieces. Ik wilde deze heel graag hebben toen ze nog mooi waren. Toen ze nog mooi waren. Ja, liep ik dus op een beurs in Ahoy met Melanie. En ineens stonden die schoenen daar. Maar echt voor minder dan de helft. Hoe duur zouden ze normaal zijn? Volgens mij waren ze 260 en ze stonden daar voor 120. Wauw, ja, chill. Echt heel raar wel. Dus ik zou kijken, ja, zijn het wel echt die? En ik heb het gebruikt, want er was een vrouw naast me. Die had ik ze dus uiteindelijk. En toen ging ik naar, echt 1 week later, naar een feestje van Calvin. Ja. En toen zijn ze helemaal een beetje kapot gegaan. Ja, oké, ze zijn een beetje vies geworden. Ze lopen heel lekker en ze zijn top, maar ik doe ze ook weer gewoon niet meer aan. Nee. Deze schoenen vind ik echt jammer, want ik hou wel van ze, zeg maar het werkt gewoon niet. Auw, mijn tenen heel erg pijn. Ja, mijn knieën. Ik kreeg voor mijn 16e of 17e verjaardag. Wow, way back. Ja, klopt. Bij ze zouden hier super leuk zijn, maar ik heb ze dus al zo lang dat ik ze eigenlijk een beetje vergeten ben dat ze er staan. Want dan kan je juist weer reinventen met je oude dingen die je hebt. Ook duurzaam. Ja, klopt. Maar misschien zit een dat je dit even zegt. Ja, precies. Inderdaad. Even kijken. Gaan we verder naar de volgende. Pijnlijdend wel. Waarom zijn de dingen die hier hangen, zijn je speciale? Ja, dat zijn eigenlijk gewoon de dingen waar ik gewoon echt naar kijk. Favoriete dingen. De kast heb ik echt bewaard voor gewoon de shirtjes en de blouses. Het ziet er wel heel mooi uit. Ja, hij is super zwaar ook, hè. Het is echt iets wat ik niet zo snel aandoe, maar ik vind hem wel heel mooi. Kaartjes snap ik. Ik trouwens nog aan, die had ik toen aangehad. Typisch. Hij is wel heel vet inderdaad. Ja, je moet hem eigenlijk wel echt aanzien, want nu heel lijkt het echt een vuilniszak. Maar je zei ook van, het was gewoon niet zo comfortabel. Nee, ik loop heel tijd zo te hijsen. Ja, ik heb dat heel erg. Als ik iets heb wat ik echt wel mooi vind, maar het zit niet lekker, ik doe het gewoon niet meer aan. Nee, precies. Ja, dit is een speciaal verhaal. Nee, eigenlijk niet. Het is gewoon een jasje die ik niet in mijn kast hang. Punt. Ja, dit is heel ook mooi. Echt een van mijn recente dingen. Deze van Naked. En ik zag die en ik dacht eigenlijk van ik moet meer jasjes hebben. Dat was eigenlijk het punt waarop ik dus een beetje die switch maakte. Ja. Dus ik heb deze ook nog helemaal niet zo lang. En ik vind hem heel erg leuk. Heb je hem al eens aangehad? Ja, ja. Ik doe hem steeds vaker aan. Omdat het toch wel een beetje meer naar de nette kant is. Hij valt ook een beetje groot. Nee, valt best mee. Ja, een beetje zo hier wel, maar hij is lekker dik. Ja, dat is chill. Dat is wel weer jammer dat dit jasjes kunnen zo meteen natuurlijk niet meer. Dat het gewoon bloed heet. Ja, klopt. Dat is dan wel weer heel stom. Precies de verkeerde timing dat ik dit nu wil gaan doen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook zo'n jekje in pastelgeel of pastelpaars. En dan met zo'n co-ord, weet je wel, met zo'n rokje erbij. Zou je dat ooit aandoen? Nou, ik heb laatst wel, zeg maar dus inderdaad zo'n jasje en dan met dit printje. Zo'n kort jasje en dan zo'n rokje hebben dus gepast. Ja. Precies in dat en ik dacht heel leuk, maar ik wil het wel in een kleurtje. Welke kleur denk je dat jij dan
zou doen? Een beetje licht roze. Ja, of donkerblauw. Ja, ik ben echt gewoon zo skeren dat daar wel. Maar dan denk ik van ja, dan is dat rokje is al 50 euro en dan of ja, 40 euro en dan is dat topje natuurlijk. Ja, precies. Ja. Die is dan 50 euro of ja, nog duurder. En dan denk ik ja, van, oh, rip. Elke keer wel meteen een hele outfit. Ja, ja, precies. Klopt. Dus eigenlijk is het wel je geld waard. Maar elke keer ja, als ik er dan ben, dan denk ik, ja, maar het is zo duur. En dan denk ik van, maar het is zo cool. Het is zo leuk. Mijn little black dress. Ik wil eigenlijk zoiets in een panterprint, weet je. Ja, ja, klopt. Vooral ja, bij komen. Ja, en ik vind het cool, zo leuk. Ik vind dit wel leuk dat hij dus, hij is getailleerd en ja, dan loopt hij weer een beetje poep, een beetje zo bol. Oh, oh, dit is een leuk verhaal. Ja. Oké, okay, wow, dit is van de Forever 21. Okay. Maar als je hem zo zou zien, zou je toch echt denken dat dit best wel een duur jurkje is. Ja, het ziet er inderdaad best wel. Ik ja, heb deze echt gekocht voor wel 13 euro. Hij was volgens mij van 50 voor 13. Wow. Weet je, ik moest me eigenlijk denken aan Gossip Girl. Ja, ik vond het echt, ja, ja, precies. Ik vond het echt zo'n Gossip Girl jurkje. Ja, heerlijk. En ik zag mezelf er gewoon best wel in flaneren. En ik dacht, ja, voor die 12 euro. Dus vast it, wel een keer dat ik hem een keertje aan moet gewoon hangen. Ja, ja, het is echt niks voor mij. Het is echt compleet nee, van me af. Maar ik vond hem heel cool. Nu vind ik deze echt een mega eyecatcher. Ja, dit is van mijn eigen collectie met House of Articles. Oh my god, hou op! Ja. Ja. Oh ja, holy shit, ja, dat heb ik wel gezien met de kerstcollectie. Ja, ik vind dit gewoon heerlijk om dit zo... Want wow, inderdaad, House of Articles, hoe ja, is dat gegaan? Hoe was dat? Ja, nou, gewoon heel simpel. Ik zeg een mailtje, hey, ja, lijkt het je leuk om een eigen collectie uit te brengen? Duh! Ja, oh my kerstcollectie god, ook nog. En hoe gaat dat dan? Is het dan nou, toen hebben we dus een meeting gehad. Gekeken van, weet je wel, wat willen zij, wat wil ik? Een beetje alles besproken. Ja. Ja, en toen eigenlijk de hele tijd gewoon nog contact gehouden. Hebben zij allemaal mensen in de fabriek stoffen laten sturen. En oh, dat kreeg ik dan weer opgestuurd. Dat is en... zo vet. Ja, ja. En hoe ben je bijvoorbeeld dan op deze jurk gekomen? Nou ja, eigenlijk hebben zij dit vooral... Dit is gewoon... Ja, zou je dit leuk vinden? Zei ik ja. En dan heb ik heel veel voorbeelden opgezocht. En daar ja, is uiteindelijk... Dit is uitgekomen. Zo... Echt heel snel gegaan. Maar hij zit wel heel lekker trouwens. Ja? Hij is echt... Dat zou je dus echt zou dan niet per se verwachten. Nee, zeg maar. Nee, maar hij is hier, je voelt helemaal niet deze oh, dingetjes. En hij is lekker stretch. Heb je ook nog andere items dan van die collectie? Of heb je alleen ja, twee rokjes en een trui. Alleen de topjes die waren uitverkocht voor ze naar mij konden sturen. Gewoon niet je eigen topjes. Nee. Oké, okay, jongens, we zijn bij het laatste deel van de kast. De officiële kast. Ja. Is er iets wat je echt denkt van oké, okay, dit moet ik laten zien? Nou ja, sowieso dat op kleurenvolgorde weer hangt. Het is af en toe een paar kleurtjes, maar het is best ja, wel inderdaad gewoon neutraal. Ik vind panterprint echt heel leuk. Ik ben hier dus echt dit jaar pas achter gekomen. Mijn moeder had ja, deze gekocht. Echt waar. En toen had ik dus aan, en ik dacht van ja, wat heb jij nou gedaan? En ik deed het aan. Ik dacht van oké, okay, ik wil het ook. En toen heb ik ja, dus ook zelf deze gekocht. Dit ook heel leuk. Ja, hè? Van die flodder arm klopt, dingen. Je hebt niet zo heel veel truien. Wel. Ik wel dan één hele leuke trui. Ja. Ja, uit Van Naked is die. Jij bent niet zo'n truiemens? Ja en nee. Dat is ook sinds kort weer gekomen. Deze vond ik dus weer. Dit vind ik dus net een trui, hè? Ja. En dit. En dit is dus echt weer zo'n hele stoere trui. Hier een beetje half-half. Ja, hier zou ik dus mijn laarsjes en hier gewoon mijn sneakers op. Mijn sneakers inderdaad. Maar zou je dan ook hier juist andersom? Laarsjes, sneakers. Is dat leuk? Dat vind ik zelf dan wel weer leuk. Ik denk dat je dan combineer juist dat casual ja, en precies. Chique, ik vind sowieso sneakers bij en dan weer wat nettere outfit ja, heel leuk. Ja. Ik vind dit altijd zo apart qua stof. Ja, ik ook. Ik heb hem ook echt alleen maar aan bij het uitgaan eigenlijk. Maar net zeggen, het is echt zo'n uitgaans ja, dingetje. Ja. Ik zou dit niet aandoen naar een dinertje. Want... Nee, precies. Hm. Je zit toch gewoon een soort van in je BH. Niet helemaal, ja, maar inderdaad, ook wel. Je hebt best wel veel streepjes. Ja, dat is me eigenlijk niet echt opgevallen zelf nog. Maar nu je het zegt, ik heb best wel veel streepjes. Ja, past op zich of zo ook wel. Ja, hè? Dit vind ik ook heel mooi. Ja, alleen het jammer bij deze is dat het zo'n zweetstofje is. Maar het is inderdaad een heel mooi busje. Maar... Ja, dit is echt gewoon zo'n hele mooie kleur en die stof ziet er gewoon ja, heel mooi ja, uit. Hoe zou je het aandoen? Nu met die zwarte laarsjes. Die zwarte ja, laarsjes hebben echt mijn leven gered ja, qua kleding. Zo chill. Die zilverschoenen zouden hier ook ja, klopt, mooi zijn. Omdat ja, het ook een beetje een shimmer ja, heeft. Dus welke broek zou je erbij aandoen? Gewoon zwart. Ik heb deze broek van Levi's. Die kan eigenlijk ook overal bij. Ja. Deze dus die ik nu aan heb. Ik heb heel veel broeken, maar ik heb eigenlijk alleen maar twee zwarte broeken aan. En dan die in zwart. Oh, dat heb je wel. Zwarte flarebroek bedoel je? Ja. Deze. Want ik vind dit altijd wel netjes, maar ook weer net ja, niet. Oh ja. Ik weet niet. Oh, dit is wel top inderdaad. Beetje half-half. En als je dan die zilveren schoenen of juist ja, dan wel die lak... Oh, goeie. Oké, want je zei net dat je die broek niet zo chill vond. Ja, ik vind hem... Ik heb liever gewoon een mooie strakke broek dan dit. Een ander soort model. Ja, maar stel je zou dan bijvoorbeeld mijn lak hakken eronder doen, weet je wel? Dat zou ja, tuurlijk. Cool. Ja. Dan is het weer heel sexy. Ik denk dat heel ja, erg leuk. Het is ook leuk, ja, maar ik... snap je? Dit vind ik lijkt me heel chill om te hebben. Dit soort
Deze. Ja, ik heb deze alleen één keer aangehad naar een festival en hij is meteen helemaal kapot gegaan. Ja, oké, okay, dat is wel heel jammer. Ik ben wel benieuwd wat hierin zit nu. Ja, wat is dat? Winter of zomerkleding. Volgens mij ga ik het allemaal wegdoen. Oh my god, dit ziet er best wel heel erg schattig uit. Oh, ik was dit jurkje ook helemaal vergeten dat ik dit is vet schattig. Ja, maar hier heb ik zo lang getwijfeld. Ja, het is heel ingewikkeld. Hier heb ik zo lang getwijfeld om deze aan te doen. Ik vind het aan de ene kant wel leuk, maar aan de andere kant een beetje jammer dat het niet gewoon deze is aan deze kant. Ja, ja. Ja, zo hoort hij eigenlijk. Deze. Oh ja, ja, zo. Dit is hem. Ja. Maar heb je deze echt maar één keer aangehad? Kijk, mij is aankomen in mijn rode. Oh, ja. Ik was dus echt helemaal vergeten dat ik deze heb, maar damn, die ga ik weer veel dragen in de zomer. Ja, je ontdekt weer dingen, hè? Ja, ik heb deze, dit is dus een broekrokje, daar ben ik heel blij mee. Heel vet. Ja, die vind ik ook echt heel erg leuk. Het is ook wel echt een tof item gewoon, echt. Nou, hè? Ik vind rokjes altijd heel moeilijk. Ja, ik ook. Ik alleen langere rokken. Oh, echt? Nou, niet heel veel. Een paar. Ja. Ik heb meer van die een beetje over je knieën. Ja, en dan ja. In zeg maar een wat losser model. Ja. En dan kan je hem hier knopen. Oh, dat is wel leuk. En dan wat hoger, high-waisted. Ja. En dat is ook heel chill voor in de zomer. Je hebt best wel veel leer. Ja, ik vind het, ik weet niet, een soort van wel weer stoer. En dat kan je ook weer heel erg classy maken. Ik vind leer best wel heftig. Ja, klopt. Ja, is ook zo. Maar dat is dan wel weer dat je wel niet heel vaak aankijkt. Bijvoorbeeld deze broek. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Ja, heel deze vet. Dat zou je dus niet verwachten, maar deze zit dus echt heel erg lekker. Van binnen is het gewoon stof. En rekt het een beetje uit? Ja, mega. Ik wou net zeggen, hoe kom je hier alles in? Ja, nee, dat gaat dus prima. En ook omdat het gewoon stof is. Heel lekker. Blijft gewoon langs. Maar heb je dan niet dat je stoorde dat je kraakt? Of valt ja, het mee? Nee, hoorde dat. Ja. Maar ik heb deze dus één keer aangedaan. Dus dacht ik echt van, oké, ik ga het gewoon doen. Ja. En ik heb heel de avond door complimentjes gekregen. Dacht ik van, oké, ik ga deze vaker aandoen. Ja. Ik denk dat we een beetje wel de meeste dingen hebben gehad, of niet? Ja, eigenlijk wel. Nou, dan hebben we nog één ding, hè? Eén ding. Oh ja. We zijn hier voor het laatste onderdeel. Dat is dat we voor elkaar een outfit hebben uitgekozen. Zal ik beginnen of wil jij beginnen? Nee, begin jij maar. Mijn outfit, en ik denk dat je het soort van al kan raden, maar je mag deze zo meteen weer aandoen. Maar natuurlijk de bijpassende broek. Oh ja, je gaat me gewoon doen om aan te doen. Ja, ik ga je gewoon forceren om je, want ik weet zeker dat het tof staat. Ja. Okay. Dus deze ga je aandoen. Ja? Zoiets dan er heel leuk onder, omdat natuurlijk, het is een pak, dus het is sowieso al best wel druk. Ja, bam in je gezicht. En ik vind meestal sowieso dan wel witte topjes er leuk bij. Ja. Maar ik dacht van ja, een t-shirt vind ik dan weer net te simpel inderdaad. Ja. Dus vond ik deze wel bijpassen. Ja. En ik denk dat het wel heel tof staat. En normaal, als ik zeg maar een pak aan heb, dan doe ik best wel chunky witte sneakers aan. Maar ik kon er net niet eentje vinden die voor mij zeg maar erbij paste. Dus dacht ik, hey, ik vind dit eigenlijk ook wel tof. En ik weet niet zeker of het echt tof gaat staan. Ik vind het wel een aparte keuze, maar ik snap het wel helemaal. Ik zou het zelf niet snel doen, maar ja, dit is eigenlijk best wel heel erg leuk. Dus ik ben heel benieuwd of het ook echt staat, want ik heb zelf niet, nou ja, ik heb zelf niet dit soort schoenen, maar ik vind ze wel heel vet. Ja, ik ga benieuwd. Beginnen met dit broekrokje, omdat ik die zelf gewoon heel erg leuk vind. En jij hebt hele lange benen. Ja, klopt. Dus dat is heel mooi, maar wat komt er nog bij? Wat het dus nog mooier maakt, is deze panty. En ik heb deze van mijn moeder gekregen en ik dacht eerst van, Tof. Maar toen ik hem helemaal aan had, bij je benen wordt dat gewoon, het wordt gewoon nog langer. Heel erg mooi. Ja, eigenlijk wel, maar ik vind dat mag wel gewoon. Ik vind het cool. Ik had dat vroeger ook, zeg maar, dat je dan lichter had en dat hij dan donker, alsof je dan die sokken aan had. Ja, en dan ben ik weer gaan weer heel erg stoer. Of course. Dus mijn favoriete leren jasje. Ik krijg je favoriete leren jasje. En mijn lievelingsshirt. Oh my god. Echt je lievelingsoutfit. Ja. En dan welke schoenen? Maar eigenlijk schoenen zijn je toch? Ja, eigenlijk wel. Want ik heb past er die zwarte laarsjes, maar die maakt het weer een beetje classy. Of je gaat juist voor heel erg stoer weer. Ja. Ik vind dit wel, dit wel tof. Oh my god, ik ben heel benieuwd. Dus we gaan omkleden en dan zijn we zo. Ik vind die laarsjes echt heel leuk mee. Ik vind het ook leuk. Ik vind de combi, zeg maar, ik vind de kleurencombinatie heel erg mooi. Ja. Dus het is gewoon heel erg rustig en toch is het wel een outfit waarvan je denkt van, ja, het is wel heel erg aanwezig. Ja, maar toch ook weer niet met hele drukke dingen in. Ik vind de schoenen echt heel leuk staan. Ja. Ik wist het niet zeker. Ik zat een beetje te twijfelen, maar ik vind het echt wel heel leuk. Het is gewoon mooi dat dit gewoon allebei gewoon helemaal wit is. Ja. Echt heel leuk. En ik vind de broek ook mooi staan. Zo wel, hè? Ja. Ja.
omdat ik vind hem normaal, met een normaal shirt vind ik hem dus te lomp. Maar ja. Nu met zo'n crop top dus, maakt het weer een beetje sexy, waardoor de broek ook weer gewoon mooi valt. Oké, top! You convince me. Oh my god. Ik vind het heel stoer. Ik voel me echt een rockchick. Ja, maar ja, echt ook wel een rockchick look. Heel stoer en volwassen, zeg maar. Doordat je zeg maar de glittertjes maakt het dan ook weer, ja, even weer een beetje minder stoer, ja, zeg maar. Ja, ik vind het heel mooi. Ja, het broekje is echt heel leuk. Je benen zijn nu echt bijna 2 meter. Mega benen. Maar echt mooi hoor. Nou ja, al die items heb ik ook überhaupt niet in de kast hangen. Ja. Maar als ik het dan zo aan heb, vind ik het wel heel leuk. Leuk. En wat vind je van, want je hebt best vaak kleuren aan, toch? Ja, maar klopt. Maar wat, dat is ook waar. Ja, wat vind je nu van gewoon rustig zwart en dan met één opvallend? Ik vind het wel vet. Maar je hebt natuurlijk dan dit, dat er dan een beetje uitspringt. Dat springt er een beetje uit. Ik vind het broekje vooral heel leuk. Ja, en het zit ook heel lekker in. Ja. Maar je voelt hier ook echt wel... Ja, klopt. Ja, ik weet niet, ik vind altijd meestal wel broekjes tot high waist, vind ik altijd wel heel fijn. Ja, vind ik ook heel fijn. Want dan moet ik het ook een beetje daarom heb ik deze ook echt. Ja, en het leren jek, ja, ik vind het altijd gewoon heel leuk staan of zo. Ik weet niet, ik ben het gewoon niet gewend, zeg maar. Ja, het is niet echt een kant die ik meestal opga. Als je kleding koopt. Ja, precies. Ja. Ik vind dat we allebei echt geslaagde outfits hebben gekozen. Echt nice. Zou je deze nu denk je dan aan trekken? Ja, ik vind dit wel een hele goede start by Lois. Ja, inderdaad. Ja, in plaats van gewoon bijvoorbeeld het shirt wat ik net aan had, maakt het dan weer heel erg zakelijk, zeg maar. Ja, en dit, snap dit, ik. Hier kan je gewoon lekker mee door de stad lopen eigenlijk. Jongens, dit was de video. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik hoop dat jij Ik vond het hartstikke leuk. Ja, je hebt wel weer een beetje een soort van eye-opening van al mijn kleding. Ja, hè? Ik ga weer gewoon dingen wat meer gewoon uit mijn kast pakken. Gewoon doen. Ja, gewoon doen. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en eventjes in de comments te laten weten welke items uit Lise haar kast jullie fantastisch vonden. Ik ben heel benieuwd, want er waren echt wel... Je hebt wel echt hele toffe dingen in je kast. Ja. Dus nu moet je gewoon allemaal gaan dragen. Ja, heel Dan zie ik jullie snel weer en heel erg bedankt voor het kijken. Doei!